zware rustperiode in verband met Interland neemt NEC vrijdag thuis het op tegen Roda JC. De laatste wedstrijd wist NEC niet te winnen tegen Helmond. Teleurstellend, zeker omdat NEC kansen genoeg kreeg. Toch twijfelt trainer Rogier Meijer niet aan Okita, die veel kansen kreeg, maar niet wist te scoren. Ja, ik denk dat er meerdere jongens zijn die tegen een goal aan hikken. En Jonathan is er één van. Positief is denk ik als je ziet hoe vaak hij in de positie komt om te scoren. Daar legt hij heel veel arbeid in. Hij moet ze maken, maar dat begrijpt hij zelf heel goed. En dat wil hij zelf heel graag. En daar is hij mee bezig. En ik heb het idee en het gevoel, als er eentje valt, dan vallen er meer. Door de coronagevallen kreeg Siep van Otterlen een kans. De middenvelder moest noodgedwongen achterin spelen. Dat is geen onbekende positie voor hem. Ik heb in de jeugd een beetje afwisselend gespeeld. Heb ik achterin, middenveld, een beetje de onder 15. Vanaf de onder 15 eigenlijk een beetje afwisselend. En bij het Nederlands zelfde ook. Dus ik was het wel een beetje gewend. Maar het is natuurlijk altijd leuk om uit te spelen. Waar ligt nou echt jouw voorkeur? Dat vind ik lastig. Ik vind middenveld is denk ik wat leuker. Dan ben je meer druk mee bezig met de mensen om je heen en zo. En meer draaien. Je bent meer betrokken in het spel, denk ik. Maar achterin duel spelen, zo, dat vind ik ook lekker. Dus daar heb ik niet echt keuze voor. Roda JC kende een moeilijke fase, maar lijkt de vorm terug te pakken. Meijer verwacht dan ook een open wedstrijd. Open wedstrijd denk ik. Hè. Ze hebben een moeilijke fase gehad. Ze hebben dan nu gewonnen van MVV. Hè. Dus dat zal ze wat vertrouwen hebben gegeven. Ja, wat ik kan zeggen, wij willen gewoon graag thuis die wedstrijd winnen en ons eigen spel spelen. Kansen creëren, wat meer kansen afmaken. Dat zijn dingen waar we aandacht aan besteed hebben. Maar dat het niet makkelijk zou gaan, dat begrijpen we. NEC, Roda JC trappen vrijdagavond al af om 6:45 in de Goffert. Uiteraard weer te volgen bij RN7.